het soort beweging wat het stuk maakt. Hoewel je daar niet op zoek naar moet gaan als je gaat luisteren, is altijd misleidende van dat soort dingen. Maar dat is als je een pingpongballetje laat vallen, dan is de uitslag in het begin het hoogst, maar de frequentie het laagst. En dan wordt de amplitude, hè, heet dat geloof ik, nou ja goed, dat wordt steeds kleiner. En het tempo steeds sneller. En op het moment, het paradoxaal is, dat als hij eigenlijk bijna stilstaat, dan gaat hij het snelst op en neer, zou ik maar zeggen. Het zijn drie kwintetten. Het is een blaasquintet met de hele gebruikelijke bezetting. Dat is fluit, hobo, klarinet, hoorn van God. En dan heb je dat middenkwintet. Dat is twee slagwerkers, celesta, harp, piano. Dus het is eigenlijk een soort gamelan-orkest, zou je kunnen zeggen, klein. En dan een strijkquintet, wat ook weer helemaal standaard is. Eerste viool, tweede viool, altviool, cello, contrabas. Die middengroep die speelt eigenlijk voortdurend. En die speelt altijd de tonen van het, laat ik maar zeggen, het moederakkoord. Meteen daarop hoor je ook wat de taak is van de strijkers in het geheel. Want de strijkers die zijn het meest homogeen uit het hele ensemble. Die mengen altijd, hoe je ze ook legt. Hè? Dat is ook weer de aard van die instrumenten. Dat klinkt altijd heel mooi homogeen. Dus die spelen altijd binnen dat grote harmonische raam van dat middenkwintet een aantal andere vierstemmige harmonieën.